Er gaat woningbouw komen op het terrein van transportbedrijf Snel. Het bedrijf is gevestigd aan de Bleek in Woerden, op een terrein aan de rand van de wijk Middelland tegen de spoorlijn aan. De gemeente Woerden heeft met een projectontwikkelaar een overeenkomst getekend voor de bouw van woningen. Dat is afgelopen week door wethouder Arjan Noordhoek tijdens de raadsvergadering bekendgemaakt. Volgens Noordhoek betekent de overeenkomst nog niet direct het vertrek van het transportbedrijf. De intentie betekent dat wij met een ontwikkelaar gaan kijken welke mogelijkheden biedt het terrein om daar woningbouw te krijgen. Maar ook een verbinding te maken over of onder het spoor. En wij hebben dus met elkaar afgesproken van wat is mogelijk. En het terrein van Snel is zo groot dat we ook gezegd hebben van dat gaan we in fasen doen. Dus het gaat ook niet in één keer weg. En wat gaat er dan met het terrein van Snel gebeuren? Dan praten we eerst over het stuk zeg maar, tegenover het gemeentehuis. Daar komen woningen dan. Grondgebonden of appartementen wat hoger langs het spoor. Dat gaan we nu uitwerken. En ook een onder- of bovendoorgang om het gebied Middelland aan te sluiten op de binnenstad. Wat een wens van ons is. Een bedrijf als Snel heeft heel veel ruimte in gebruik, maar is nou niet direct een bedrijf dat heel veel mensen aan het werk heeft in Woerden. Streeft u ernaar om dat soort bedrijven binnen de gemeente te houden? Of zegt u, die zou je misschien beter elders in de regio een plekje kunnen gunnen? We hebben afgesproken dat we gaan ondersteunen in het zoeken. Maar ik vind wel dat ons zoekgebied groter is dan de gemeente Woerden, omdat je hebt veel ruimte nodig en je hebt ook echt een plek nodig dichtbij een snelweg. En dan is het in Woerden vrij beperkt. Nu speelt op de achtergrond nog een heel ander iets. Er is bedrijfsruimte nodig voor bedrijven die graag willen uitbreiden en dat op hun huidige plaats niet kunnen. Ook wel de schuifruimte genoemd. Is een aantal locaties aangewezen als mogelijke locaties waar dat moet gaan gebeuren. Allemaal locaties in het groen. En nu komt er bedrijventerrein vrij en daar gaan dan woningen worden gebouwd. Zou het niet logischer zijn om dan dat vrijkomende stuk grond te gebruiken voor die bedrijfsuitbreiding, oftewel die schuifruimte? Ja, zo lijkt het wel. Woerden heeft woningen nodig. Wij hebben dat ook afgesproken, 200 tot 300 woningen minimaal. Daarnaast weten we dat er een opdracht ligt in Utrecht van minimaal 100.000 die voor een deel misschien ook naar Woerden komen. Wij hebben aangegeven bij de provincie, wij hebben binnenstedelijk ook gebieden die we om kunnen zetten. Dat zien we in het land op heel veel terreinen. En wat het aantrekkelijke hier is dat het heel dicht bij het station is. Dus op fiets, op loopafstand, zodat je dan ook met je mobiliteit, het parkeren, autogebruiken en dergelijke ook maatregelen kan nemen. Om de plannen uit te kunnen voeren moet het bestemmingsplan voor de wijk worden veranderd. Dat neemt zeker zo'n 2 jaar in beslag. Noordhoek gaat ervan uit dat met de bouw van woningen pas over 2 tot 3 jaar kan worden begonnen.